Goedendag, ik ben divisieadmiraal Jan de Beurme, commandant van de marine. En ik wil u graag deelgenoot maken van drie lessen die ik geleerd heb uit mijn dienstjaren en de realiteit waarmee de marine vandaag geconfronteerd wordt. De eerste les is dat onze marine zich in een intense fase van transformatie bevindt. Deze transformatie vormt voor ons allen een grote uitdaging. Dus mijn eerste les is: durf buiten de comfortzone te denken. De zee is per definitie een omgeving die voortdurend in beweging is. Dat weten we en zo ook is de marine op alle gebieden aan het veranderen. Ze krijgt nieuwe uitrustingen, nieuwe schepen en ook een volledig nieuwe organisatie. Onze ganse structuur is aan het evolueren. De manier waarop de ongeveer 1500 leden van de component onderling samenwerken, de defensiestaf ondersteunen of met wie dan ook in interactie gaan, dit alles wordt opnieuw bekeken. Daarom is het ook belangrijk dat wij aan al onze werknemers duidelijk maken wat wij willen bereiken en dat wij hun de middelen aanleveren om samen dit doel te bereiken. Deze omschakeling gaat gepaard met een grote verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is noodzakelijk in een organisatie die zeer snel verjongt en die zo snel mogelijk de ervaring moet compenseren van diegenen die binnenkort met pensioen gaan. Dit is ook de perfecte gelegenheid om te durven innoveren en te durven experimenteren met nieuwe werkmethodes. Wij handelen zowel op lange termijn in samenwerking met de politieke wereld als op korte termijn door het toezicht op de operaties ter plaatse te verbeteren dankzij ons nieuw Centrum voor Maritieme Operaties, het MOC. Tot slot zijn we aan het stroomlijnen. Van de 20 grote korpsen waaruit de marine vandaag bestaat, brengen wij dit aantal terug tot 9 met behoud van onze gespecialiseerde centrale diensten. Dit is de eerste grondige hervorming van de structuur sinds 2008. Deze verandering begint medio 2022 en zal duren tot 2030. En we zullen ervoor zorgen dat de hele organisatie te alle tijden operationeel blijft. Omdat buiten de comfortzone denken niet betekent dat je per se risico's moet nemen, blijft veiligheid onze topprioriteit bij alles wat we doen. Wij zullen niet aarzelen bepaalde activiteiten tijdelijk stop te zetten wanneer wij menen dat zij een te groot risico vormen voor onze medewerkers. De laatste uitdaging voor de marine is de digitalisering. De digitale revolutie heeft veel positieve veranderingen teweeggebracht, maar brengt ook een zekere werkdruk voor onze medewerkers mee. Naar de toekomst toe zullen wij oplossingen moeten vinden die aangepast zijn voor onze ontplooide mensen en onze activiteiten op zee, aangezien de communicatie op zee altijd anders zal zijn dan deze op land. Aristote a dit qu'il y a trois genres d'humains sur notre planète. Les terriens, les marins et les morts. Nous ne sommes pas faits pour vivre en mer, mais nous pouvons séjourner temporairement dans ce milieu inhospitalier. C'est ce que tous les marins font. Ils s'isolent du reste du monde durant des périodes parfois longues. Notre navire devient pour nous une petite société avec toute la diversité que nous lui connaissons, ce qui est très positif. Nos collègues, une nouvelle famille avec laquelle nous vivons 24 heures sur 24. Et comme pour toute société, cette coexistence devient optimale lorsqu'elle est réglée et que chacun connaît sa tâche. Paradoxalement, les nouvelles technologies font en sorte qu'il y a toujours plus d'interactions avec la terre ferme, ce qui peut avoir une forte influence tant sur notre vie professionnelle que sur le plan privé. Il faut être très attentif à cette influence-là. Le rajeunissement de notre équipage et la nécessité de les responsabiliser rapidement nous amènent à réévaluer les risques que nous acceptons de prendre en mer. C'est pour cela que pour nous, le leadership de nos managers
et en particulier de nos sous-officiers, est crucial. Ce n'est qu'en réévaluant leur position que les officiers pourront assumer leurs propres tâches en amont et que les hommes d'équipage exécuteront leurs tâches. C'est un processus d'apprentissage pour tout l'équipage qui doit réinventer sa façon de travailler dans un ensemble toujours plus polyvalent. Malgré tous les changements de personnel, il faut pouvoir continuer nos missions. C'est la raison pour laquelle nous dépassons le concept d'équipage et nous avons créé la notion de groupe, spécialisé dans un domaine à partir desquels les différents équipages sont formés. D'où ma deuxième leçon. Cultivez un leadership maritime, orienté vers votre mission, votre équipage et vos collègues. Dit brengt mij bij mijn derde les. Wees ambassadeurs voor uw organisatie. Wij streven naar een bedrijfscultuur die ons in staat stelt een flexibele organisatie te blijven met een veerkrachtig personeelsbestand. Dit is tijdrovend werk. We hebben hier 5 jaar aan gewerkt en beginnen nu pas de vruchten van onze arbeid te zien. Onze bedrijfscultuur is opgebouwd rond 5 assen. De eerste as is sterk en inspirerend leiderschap. Deze eerste as dringt door op alle niveaus, maar laat naast ruimte voor initiatief ook cultuur toe van innovatie en actie op elk niveau. De tweede as geeft betrekking op de discipline en het professionalisme. Het imago en de indruk die wij als zeevaarden achterlaten, wordt steeds belangrijker. Symbolen zoals het dragen van de muts en het groeten van de vlag zijn belangrijk om het gevoel van verbondenheid met onze organisatie te versterken. De derde as bevordert een gezonde levensstijl. Voeding, lichaamsbeweging, maar ook geestelijk. Wij sluiten ons volledig aan bij de maatschappelijke trend. Voeding en beweging zijn een gegeven. Momenteel doen we alles voor het geestelijk welzijn van iedereen. Dit is een deel van de veerkracht die we zoeken. De vierde as behartigt de opvang van nieuwkomers. We zien dat het niet zo vanzelfsprekend is om de tijd te nemen en het potentieel van onze jongeren te ontwikkelen. Anderzijds ontdekken we vaak talent wanneer wij onze organisatie voorstellen aan jonge mensen die in ons bedrijf op een opleiding wachten. Ze versterken dan de eenheden van de marine, te land en ter zee. De vijfde as is het ontwikkelen van directe communicatie. Zoals wij allen weten, is een goede communicatie, zowel naar boven als naar beneden, een dagelijkse uitdaging. We vergeten soms dat de ontvanger van informatie ook een actieve rol te spelen heeft. De ontvanger wordt vaak oversteld met informatie of neemt niet de moeite om de aangeboden informatie te verwerken. Daarom hechten wij groot belang aan de algemene verzamelingen. Wanneer de leiding van een eenheid mensen bijeenroept om de informatie samen te vatten en na te gaan of het doelpubliek niet alleen de juiste informatie heeft gekregen, maar deze ook heeft begrepen. Dat is het. Na mijn overzicht van mijn 3 lessen hebt u tegelijk kunnen nadenken over de uitdagingen waarvoor de marine staat en over de assen die wij ontwikkelen om ons daarop voor te bereiden. Wat mij betreft, hopelijk tot heel snel en veel geluk.